De vorige video eindigden wij met de constatering dat opwekking bij God vandaan komt en dat het in de weg is van het gebed dat wij opwekking kunnen verwachten. Maar dan is de vraag, is er een grond in de Bijbel, zijn er beloften in de Bijbel die de basis zijn voor dat gebed en die een basis zijn van verwachting? Ik zou denken van wel. Ik wil een paar noties uit de Bijbel met je delen. Ik denk in de eerste plaats aan het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Hij leert ons te bidden, uw koninkrijk komen. En wat betekent dat? Dat betekent om te beginnen natuurlijk in ons eigen hart. Opwekking begint bij jezelf. Dat we onze eigen wil verlogenen. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan die koning van alle koningen onderwerpen. Maar dan is dat tegelijkertijd ook gericht buiten onszelf. Dat binnen de gemeente en buiten de gemeente in de hele wereld... Er een onderworpenheid zal zijn aan de heer Jezus Christus die alle regeringsbevoegdheid heeft in de hemel en op de aarde. Waarom denk je dat Jezus ons dit gebed op de lippen legt? Als hij niet zou bedoelen om door die gebeden heen dit ook werkelijk tot stand te brengen en zijn koninkrijk in harten van mensen, van jongeren en van ouderen op te richten. Dat is een eerste reden om. Te geloven dat er verwachting is voor een opwe opwekking. Waar, waar ik ook altijd erg door aangesproken word in de tweede plaats, zijn teksten in de Bijbel. die de hele wereld tot, tot hun scopus hebben. De, wat zegt de Heer tegen Abraham? Hij zegt: In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Of als we lezen in Psalm 2 dat de einden van de aarde tot een bezitting gegeven zullen worden aan de Heer Jezus. Of als we zingen in Psalm 72: he, van zee tot zee zal hij regeren. Zover men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En een tekst die er misschien wel helemaal uitspringt is je 11, vers 9. De aarde zal vol zijn van kennis des heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Is dat niet een tekst die in onze geest gegrift mag zijn en waaruit de verwachting wordt geboren? De verwachting van God wordt niet uit omstandigheden geboren en uit menselijke mogelijkheden. Maar de verwachting van God wordt altijd geboren uit het woord van God... Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat denk je? Een derde overweging. Zou God dan een karige God zijn? Evers 3, vers 20. Een tekst om te spellen. Onze God is machtig om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Zegt Paulus terwijl hij zelf in de gevangenis zit... Maar hij leidt geen ingezonken geestelijk leven, maar hij heeft grote verwachting van God. Boven bidden en denken. Overvloedig boven bidden en denken. Meer dan overvloedig. Boven alles wat wij bidden of denken. Zo koninklijk royaal is de koning van de koningen als hij onze gebeden verhoort. Hij geeft mild en overvloedig. Hij stort zijn stromen van heil uit op het droge. Hij is dus niet karig met zijn heil. Hij doet dat niet zoals wij parfum gebruiken, druppeltje voor druppeltje, heel zorgvuldig. Nee, op hoeveel plaatsen spreekt de Bijbel over overvloed en de rijkdommen die er bij de levende God zijn? Wat mij in de vierde plaats heel veel verwachting geeft... is dat we in Romeinen 11 lezen over de bekering van Israël. He, geheel Israël zal zalig worden. Dat staat in het Nieuwe Testament als alle beloften in Christus tot hun vervulling zullen komen. En dan geeft de Heer er als het ware nog een extra belofte bij. Die geldt voor de eindtijd. En dan zegt hij geheel Israël zal zalig worden... En dan staat in datzelfde verband: wat zal hun bekering anders zijn dan de opstanding uit de doden? Als hun val, de val van Israël, als dat al de rijkdom is van de heidenen, wat zal dan hun bekering zijn? Gaat het evangelie dan weg bij de, bij de heidenen? Nee. Als het evangelie bij de Joden komt en als zij als volk, volksgewijs, tot geloof en bekering in de Messias komen. Hoeveel te meer zal dat een volheid van zegen onder de niet-Joden met zich meebrengen? Thomas Boston, die zei in 1716, zie je uit naar een reformatie van de kerk, zie je uit naar een persoonlijke leving, zie je uit naar diepere zekerheid, bid dan om de bekering van Israël. Eén vraag, hoe is dat te rijmen met het laatste der dagen? Paulus zegt toch in 2 Timotheus 3 vers 1, weet dit dat in het laatste der dagen ontstaan zullen zware tijden? Duidt dat er niet op dat het evangelie juist als een kaarsvlammetje zal uitdoven? En dat er geen verwachting meer is? En dat het roemloos ten onder zal gaan? De laatste dagen, wanneer zijn die? Petrus leeft in het laatste der dagen. Op de pinksterdag zei hij het. He. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees in het laatste der dagen. Of Hebreeën 1, vers 1. God voormaals en op veel manieren gesproken hebben door de profeten... heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. He, dus die laatste dagen daar leven wij volop in. En in dat laatste der dagen zijn er inderdaad zware tijden... En het zal niet moeilijk vallen om dat aan te duiden en aan te geven wat die zware tijden zijn. Maar blijkbaar zijn die laatste dagen ook de tijden dat de geest wordt uitgegoten op alle vlees. En zo mogen wij aan de troon van Gods genade onderhandelen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven.